We staan hier naast Desiree van Lunteren. Hoe is het met je? Ja, gaat goed hoor. Ja, alles gaat op rolletjes. Lekker weer bij Ajax. En prima eigenlijk. Nou, dat is mooi. Je bent in Almere begonnen met voetballen. Hoe was dat? Ik ben begonnen bij SV Almere toen ik heel klein was. Toen heb ik nog wat jongensteam gehad, zoals bij Buitenboys en bij AS80. Maar was goed. Bij SV Almere was het prima. Ik speelde toen nog bij de meisjes en af en toe deed ik mee bij de jongens. Nou, superleuk. En denk je dat je scoort bij de Howard? Ga je hem winnen? Nou, ik heb geen idee. De anderen zijn natuurlijk ook hartstikke goed. En Lilian heeft ook weer fantastisch gedaan. Dus dat is afwachten, maar ik gun het iedereen. Dus we zullen zien. En kun je nog wat vertellen over jouw eigen verhaal bij het WK? Het WK zijn we natuurlijk tweede geworden. Ik denk niet dat we het beste spel hebben gespeeld als wat we kunnen. Maar het was wel een supermooi WK. En uiteindelijk is het gewoon weer een prijs die we hebben behaald. Dus dat is gewoon fantastisch. En het was een mooie afsluiting. Dat zeker. Alsjeblieft.